draai maar even opnieuw, die Jan Smit. Ja? Jan Smit even opnieuw? Ja, ja, ja. Okay. Oh, we zijn er al. Het is zondag 11 uur, TV Gazet, Brabant en andere zaken. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering op TV Gazet. U zult het als kijker ongetwijfeld gemerkt hebben. De afgelopen week waren wij 3 dagen lang live te zien op de Contacta in Goes. Elke dag live als programma Brabant Leeft met Ton en Ad. Ja, en ik ga eerst even kijken bij onze vrienden, want die zijn het programma aan het voorbereiden. Wat zijn jullie allemaal serieus bezig? We zijn de show aan het voorbereiden. We zijn de show aan het voorbereiden? Ja, er komt altijd nog heel wat voor kijken, want alle gasten moeten we uitnodigen natuurlijk voor Brabant Leeft. Iedere werkdag tussen 5:30 en 7 bij TV Gazet. Had ik net al gezegd. Oh, dat had je al gezegd. Ja, maar goed, dat kun je niet vaak genoeg zeggen. En we moeten de muziek uitzoeken. We zijn nu even aan het kijken bij Jan Smit. Zo eens even de kijker een klein kijkje achter de schermen laten nemen. Ja. Want ik heb Jan-Willem meegenomen. Ja. Ja, Jan-Willem, als je nou eens even hier kijkt naar die apparatuur. We hebben allemaal meegenomen naar Goes. En aan de ene kant hebben we onze muziekmachine, onze jinglemachine. Ja, Ton, een jingle? Jan Smit even uit en dan zetten we hier. Ja, maar die... ja hier, kijk. Ja, dan moet ik hem. Doe ik hem even zo doen. Ah, we doen hem even nog een keer, hè. Ja. Brabant Leeft. Ja, nou, dat is een van de jingles die we gemaakt hebben. Dat is echt geweldig dit. Ja. En dan het programma bestaat ook uit videoclips en zo. Ja, kijk, we hebben hier een virtual DJ, zoals dat heet. En nu draait Jan Smit. Nou, kijk, we kunnen Jan Smit ook gewoon eventjes dat we denken van, nou, het is goed geweest met Jan Smit. Dan zetten we die op pauze en dan zetten we dit schuifje open. En dan zeggen we, nou, we willen nu Jennifer Lopez hebben met On The Floor. Dan druk je hier op het knopje. Ja. Kijk, en dan begint de clip van Jennifer Lopez te lopen onder vloer. Ja. En we hebben hier ook hele handige knopjes, want hier kunnen we ze ook mee starten. Ja. Dus we hebben een hele geprogrammeerde DJ-tafel, want wij moeten natuurlijk van alles tegelijk doen. We moeten gasten begeleiden, interviews doen en we moeten dit allemaal zelf bedienen. Dus het is allemaal heel makkelijk gemaakt voor ons, dat er geen fouten maken. Het lijkt heel makkelijk, maar het is eigenlijk wel heel moeilijk. Dat wil ik zo nog wel even benadrukken, hoor. Ja, in het begin was het peentje zweet, hoor. Ik zou je vertellen, ik zou er denk ik niet mee kunnen werken. Nee, jij zou er niet mee kunnen werken. Nee, dat klopt. Nou. Maar even serieus, want dit is even de techniek achter de schermen. Maar het is eigenlijk een programma iedere dag tussen 5:30 en 7 op TV Gazet. Waar West-Brabant mee thuis komt. Met leuke gasten, we nemen de actualiteit door. Als u na 1.5 uur helemaal bijgepraat over wat er allemaal gebeurt. Ton, 1.5 uur duurt dat programma? 1.5 uur duurt het programma en het vliegt voorbij. Ja. We hebben er al 2 opgenomen. Vandaag de laatste dag in Goes. Dus we nemen dit programma natuurlijk ook iets eerder op als de zondagmorgen. Ad, wat is er zo spannend aan Brabant Leeft? Nou, het leuke is natuurlijk dat we een beetje de actuele gasten proberen te krijgen. We willen steeds met mensen praten. We proberen ook het laatste nieuws altijd te brengen. Nou, en als we dat dan de andere dag weer in de krant lezen. Van, oh ja, dat is gebeurd. En wij hebben dat alvast genoemd. Nou, dat is een beetje de formule. En nou, West-Brabant, dat is één gebied wat zich wel een beetje samenvoelt. Hè? Van Bergen op Zoom tot Steenbergen. Oosterhout, Roosendaal, Etten-Leur. Al die plaatsen die daar tussenin liggen. Breda, Woensrecht. Woensrecht, ja, ook. Al die plaatsen. Steenbergen. Nee, we proberen echt aan alle plaatsen in West-Brabant aandacht te besteden. En we zijn nu ruim een maand bezig. Kijk, het is nog niet helemaal volmaakt, dat weten we allemaal. Maar we denken dat het echt de potentie heeft om een heel leuk programma te worden. En gewoon wat je aanzet, weet je ook als behang, hè, want je bent ook aan het koken natuurlijk. En weet ik wat aan het doen als je thuis komt. Maar nou, wij denken dat het een zeer succesvol programma kan gaan worden. Ja. Tom, Ad heeft natuurlijk aardig wat tv-ervaring. Ja. We kennen hem eigenlijk allemaal van Ad op pad. En we kennen hem van Baronie TV als je in Breda-Oosterhout in die omgeving woont. Ja, jij hebt natuurlijk weinig of geen ervaring met tv. Dan ben je een week of 4 op tv. Word je op de straat al herkend? Nou, nog net niet. Maar alle mensen die je kent, die kijken. En iedere dag krijg ik ook weer feedback, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus wat dat er gaat. Maar ja, het is hartstikke leuk. Het is geweldig spannend. Ik heb wel redelijk wat radioervaring en heel veel televisieervaring achter de schermen. Ik zeg altijd, ik ben bij Baronie TV voor de schermen begonnen. Dat heb ik er 11 jaar over gedaan om helemaal achter de schermen te verdwijnen. En het is heel leuk om nou weer eens voor de schermen te zijn, om zo'n programma te maken. Het is razendspannend ook voor ons. Ja. Maar wat Ad zei, ik denk dat het is een hele leuke formule die we met z'n allen bedacht hebben. En ik denk dat het de potentie heeft om een echt het thuiskomprogramma van West-Brabant te worden. Daar ben ik van overtuigd. Ja, wat valt nou nog het meeste tegen?
Het meeste tegen. Ja, toch wel dat we ook de techniek moeten doen. Ja, hè? Ja. Je moet je voorbereiden op de interviews. Je moet dat gesprek leiden. Maar ondertussen moet je ook alles in de gaten houden. Ja. Voor wat betreft jingletjes, de clips, het geluidsniveau. Ja. Dus er zijn heel veel dingen waar je steeds aan moet denken. We zijn met een klein team. En op zich is dat leuk. Want dat betekent dat je heel veel mag doen en kunt doen. Maar dat is ook een hele verantwoordelijkheid. En soms valt het gewoon wel eens tegen. En dan lukt het allemaal niet voor 100%. Maar dat is misschien ook het leuke van live. Hè? Ja, want kijk, we konden het ook opnemen. En dan kun je alle foutjes eruit knippen. Maar dit is juist leuk. Dus af en toe gaat er gewoon wat mis. Nou ja, dat moet je voor lief nemen. Ja. En ze zijn bij TVGZ redelijk streng, hè? Ja, maar goed zo. We zijn wel wat gewend. Ja, we hebben zo'n brede rug dat schuift gewoon van ons af. En af en toe dan bijten we van ons af en dan kijken we elkaar weer recht in de ogen en is het dan weer goed. Dat is het allerbeste. Ja, dat is het allerbeste. Ah, tot slot, want dan gaan we echt met ons Brabant en andere zakenprogramma beginnen. Maar ik vond het ook leuk om eens even met jullie te praten. Ja. Als je dit nou vergelijkt met het beetje televisie in West-Brabant, vind je nou iets unieks hebben met Brabant Leeft? Ja, ik denk het wel, want ik heb bij TV & Co gewerkt, ik heb bij Brabant 10 gewerkt. Zo'n soort programma was er nog niet. Nee. Het is op zich een hele unieke formule. We krijgen straks nog zo'n unieke formule, hè, want dan met NAC. Ja. Nou, dat is ook echt heel anders en ik denk dat je moet onderscheiden. Want we hebben tijdstip is ook heel goed. Het tijdstip is natuurlijk heel goed, tussen 5:30 en 7:00, in ieder geval zo voor de wintermaanden. In het voorjaar moeten we weer maar zien in de zomer. Maar het is nu een heel goed tijdstip, onderscheidend programma en zolang je onderscheidt, is het goed. Even onze Facebookpagina, facebook.com/Brabant Leeft. Dat moet ik ook nog even zeggen. Iedere dag het recept van de dag en de gasten. En Piet Pas. En Piet Pas, onze weerman. Ja, niet vergeten, maar Piet Pas. Die was je net aan het bellen, want hij zit bijna klaar. Maar nou gaan we verder, want we hebben meer te doen dan alleen met jou te praten natuurlijk. Ja, nee. Jullie hebben direct nog de laatste show in Goes. Succes in ieder geval straks. En ik ga nog heel eventjes met jou, Jan Willem. Wij lopen heel eventjes voor de kijker naar onze regiewagen. Want ja, als u het hier allemaal zo ziet, Ton en Ad gaan verder met de voorbereiding van het programma. Maar ja, ik loop even voor. En dat is niet zo heel netjes. Maar zoals je hier ziet, hebben we hier onze mobiele regiewagen. Ja, en van hier vandaan wordt ons programma uitgezonden. We hebben buiten dan ook nog een satellietverbinding. En het signaal wat bij u op tv komt, dat wordt 2 keer 40.000 kilometer heen en weer gestuurd. Voordat het in Breda bij u op de huiskamer komt. Nou, dat was het eventjes vanuit Goes. Wij gaan eens even kijken of we nog meer Brabantse bedrijven hebben. Want ik heb BSI gezien uit Breda. Ik heb Boulo Tichelaar zien lopen. Wie heb ik nog meer zien lopen? Moet ik even goed nadenken. Winnie Bogers van Europromotie. Dat is die man die altijd met die vlaggen bij NAC rondloopt. En ik heb rond zien lopen. En die mogen we ook niet vergeten. Martin Vrijsen. En daar ga ik eerst even naartoe. Want wij hebben ook deze week met TVGZ een nieuw contract gesloten met NAC. En daar gaan we het eerst even over hebben. Zoals ik al zei, was ik op zoek naar Martien. Ja, Martien, ons feestje is hier begonnen in Goes. Ja, inderdaad. Ja, het is volle bak. Buiten kunnen ze niet parkeren. Het is gigantisch druk, ja. Ja, het is een succes voor LMG. Absoluut. Perry en Bas hebben dat fantastisch gedaan. Om toch zoveel bedrijven hier binnen te krijgen. Ik vind het knap. Ja. Even goed nadenken, 22.000 bezoekers, 350 standhouders. Jij hebt zelf ook de nodige ervaring in het organiseren van dit soort... Voor wie is die cola? Dus voor mij en voor nog iemand. Oh. Jij mag hem hebben, Rio. Nou, proost op de beurs in ieder geval. Want we hebben buiten de beurs hebben deze week nog wel een klein succesje behaald, hè? Ja, nou, ik moet eerst even van mijn kant uit zeggen. Ik heb vaak kritiek op je en ben scherp zoals een oud voetballer is. Maar grote complimenten voor wat je hier technisch voor elkaar hebt. Het is geweldig, die satellietverbinding die we gemaakt hebben. Ik zie ook alle omroepen komen. Omroep Zeeland, CTV Zeeland. Ze komen allemaal kijken. Ze komen allemaal kijken in het keukentje bij je. Grote complimenten. Ja, het is inderdaad hartstikke leuk. Omroep Zeeland vooral. En morgen komen de volgens mij ook nog. Het is wel eens leuk om een compliment te krijgen, toch? Oh ja, absoluut. Ja, zeker. Knap werk met je team. Heb je een mooie prestatie weggezet. Nou, we hebben er ook genoeg uren in zitten om het voor elkaar te krijgen. Dat kan je wel stellen. Ja. Maar nu even over het andere succes, waar ik ook heel trots op ben. Want we hebben natuurlijk bij ons in Breda, in het Brabantse land, nog onze eigen voetbalclub zitten. Deze week ook weer vaak negatief in het nieuws. Wat zit je allemaal? Nee, ik zag iets vallen. Oh, oké. Maar vaak negatief in het nieuws vind ik ook weer zonde. Wat gaan wij met NAC doen? Ja...
eindelijk mogen we dat niet helemaal vertellen, maar er komt binnenkort een persbericht naar buiten tussen NAC en ons. En we hebben, daar zijn we best trots op, we zijn echte nakkers. We gaan een strategisch partnership aan. We hadden het NAC-journaal, daarbuiten gaan we ook NAC live doen. En dat is echt iets uniek in Nederland. Dat kan met deze set die jij gebouwd hebt en met de satellietverbinding. Kan dat, en dan gaan we visual radio maken. Echt wat in Duitsland al een grote hit is. En daar heb je het gezien onder andere bij Hertha BSC. Nou, dat gaan we als enige in Nederland brengen. Samen met NAC, dat is iets geweldigs. Ja, het is een uniek concept. Ja. In principe mogen de wedstrijden, want Fox heeft de rechten om alle wedstrijden uit te zenden. Maar wat gaan wij als commerciële regionale omroep doen? Wij gaan die wedstrijden ook gewoon live uitzenden. Ja, dat wel. Maar het wordt totaal ingepakt. Een beetje à la Champions League-achtig iets. Voorbeschouwingen. Goede gesprekken met de sponsoren rond de mijn. Zoals het hoort ook om, die moet ook het platform krijgen. In de rust, de terugkoppeling, de persconferentie. Dus het hele plaatje van A tot Z. Inclusief de beelden die we dus van Fox op de achtergrond mee kunnen laten draaien. En wat heel leuk wordt, is dat we daar ook een radioverslag op onze eigen unit die we daar hebben. Dus een live verslag krijgen. Dus je moet je voorstellen, we zitten thuis. We hebben geen tijd om naar NAC te gaan. We zitten thuis een potje te kaarten en gezellig. En op de achtergrond draait een soort Brabant leeft, maar dan NAC leeft mee. En dan krijgen we toch de beelden door. Dus NAC Feyenoord is het commentaar van Pierre van Hooijdonk erbij, om een voorbeeld te geven. Nou, het radioverslag erbij. We gaan lekker door elkaar te zeggen, hey, NAC heeft 1-0 gescoord, we zien het even. En er wordt een scrollsysteem, kortom. Te veel leuke dingen, heel aparte dingen. En dat vind ik het knappe. Je moet iets nieuws brengen. En dat heb je met Brabant Leeft gedaan. En dan wordt dit hopelijk ook. Ja, ik heb altijd gezegd, als we TVGZ weer een nieuw leven inblazen, dan niet meer op de ouderwetse manier, nee. Maar dan moeten we het echt op een andere manier doen. En als ik dat vergelijk met andere omroepen, dan denk ik dat we unieke concepten aan het verzinnen zijn. En natuurlijk in de aanloop kost dat altijd een hoop tijd, energie. En natuurlijk loop je ook tegen problemen aan, ja, maar hoe praten de mensen in de omgeving erover? Het begint te komen. We hebben gekozen voor om op een hele bescheiden manier onze eigen weg te gaan zetten, om eerst te proberen. Van periode tot periode iets te verbeteren. Je hebt altijd gezegd, rondom de jaarwisseling wil ik er helemaal staan. Nou oké, ik denk dat dat al eerder kan. Er zijn al 5, 6 goede programma's. De kinderziektes beginnen er nu uitgehaald te worden. Wat Ton had ook zeiden, ja, dat mag. Dat is op zich helemaal niet zo erg. Want we zijn geen RTL, we zijn geen SBS. Gewoon lekker met beide benen op de grond blijven staan. En dat doen we heel hard werken. En met alle partners die we hebben. Want inmiddels kunnen we toch als... En daar ben ik dan commercieel ook weer trots op met de groep. Hebben we kleine 100 bedrijven achter ons staan. Die zeggen, nou dit is uitdagend. TV is sexy. Dat willen we doen, daar willen we mee. In de huidige tijd is dat ook... Commercieel hebben we ervoor gezorgd dat de bedrijven voor een laag bedrag ook mee kunnen. Dat is in de huidige tijd ook belangrijk niveau. Want het geld is er niet meer zoals vroeger. Dan zeggen we, doe maar een dotje. Nee, het is allemaal bescheiden middelen. En als we die combinatie vinden, die mix, en hopelijk hebben we hem te pakken. Maar niet te vroeg juichen. We hebben nog een lange weg te gaan. En we gaan met z'n allen keihard werken om dit goed voor te zetten. Maar dat doen we samen, met z'n allen. Hartstikke leuk. Ja, nog even 2 korte vraagjes. Ja. Want we hebben sinds vorige week ook een nieuwe website. Ja, dat klopt. We hebben een nieuwe website. Daar heeft LMG ook heel veel tijd en energie in gestoken. Daarin moeten nog de laatste programma's ingeladen worden. Dus dat is afgelopen vrijdag ook pas gebeurd. Dus iedere keer stapje voor stapje gaan we verder. En op tvgz.nl kunnen we dat ook allemaal dadelijk de programma's terugzien. We gaan dat ook weer combineren met op social media. Gaan we ook weer een slag maken. Daar zijn ook weer partijen voor ons voor bezig. Kortom. Ja. Druk. Nou, voor iedereen. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Dan zijn er heel veel vragen uit de omgeving. Van joh, we kunnen het alleen bij Ziggo ontvangen. Ja. Zijn er ook nog ontwikkelingen dat misschien via de KPN te zien zijn? Ja, maar dan moeten die 100 bedrijven moeten naar 150 bedrijven. Dan kunnen we een volgende stap maken. Maar ik denk dat Ziggo heel hard aan het werk is. Want gelukkig voor ons vallen de KPN'ers af. Want dat pakket was steeds minder, die menukaart. En Ziggo die heeft die strijd gewoon gewonnen. En dus van dag tot dag komen er abonnees bij. Dat zie ik ook aan de rekeningen. Want dat moeten wij gewoon afrekenen. Dus wat dat betreft is dat positief.
het is wel een hele grote stap voorwaarts dat we ook dadelijk op internet goed te zien zijn. En dat de mensen dus ook in Rotterdam en anderen, die ons ook al supporten, dan kunnen zeggen, nou, daar kan ik het programma op terugzien. Dus heel belangrijk dat jij ook aan de gang gaat om die programma's in te laden. En ik weet dat je niet graag achter je volk gezeten wordt, maar dit moet je ook gaan doen. Nou, dat ga ik dan ook in ieder geval wel sowieso doen. Nou, ik vraag twee die ik heb, want ik vraag één. Ja, die drink ik gewoon. Ja, die drink ik gewoon op. We bestellen er wel eentje extra. Als laatste, vanmiddag speelt NAC thuis tegen PSV. Altijd een hele beladen wedstrijd. PSV wint niet altijd in Breda. Nee. Jij als echte NAC, je hebt jaren bij NAC gewerkt en... Ja, jij kent de club ook natuurlijk. Komt trouwens onze vriend Ben komt hier ook nog eventjes langs. Dus heel wat bekenden hier. Ja. Wat denk je wat er vanmiddag gebeurt? Ik ga ervan uit dat NAC wint. Het is bekend dat PSV het altijd moeilijk heeft in Breda. En ik herinner me altijd nog de wedstrijd met Avelasse. Dat die Jaap Stam helemaal het bos in speelde. Die hebben ze na de wedstrijd een half uur door het stadion. In de Beatrix was dat nog. Toen was advocaat daar trainer. Hebben ze hem rond moeten leiden en naar de bus moeten leiden. Die was de weg helemaal kwijt. Ja, maar die is allemaal heel lang geleden. Maar we hebben nu een heel ander elftal. Toen tikten ze ook weg, maar we hebben nu ook goede spelersniveau. Ja? En als de schoen erin zit met het publiek, dan draai je weer een lampje uit daar in Eindhoven. Nou, het is gewoon thuis, hè Breda? Ja, weet ik. Ja, maar geloof me, daar draaien wij het lampje uit. Okay. Daar zijn ze ziek van. De derde kolonne hebben we vanmiddag dus hard nodig. Ja, dat gaat gebeuren. We pakken de punten en jou weer in Breda. Oké, nou, ik zie je morgenochtend weer op de zaak. Ja. Ik ben benieuwd of je gelijk hebt in ieder geval. Oké, jongens. Ja, ik sta hier wel naast een echte oude bekende van mij, Henny van Aperen. Henny, welkom bij ons in Brabant en andere zaken. Ook hier op de beurs in Goes. Ja, ook steeds verder gaan we met het bedrijf natuurlijk door. We krijgen steeds meer vragen uit het Zeeuwse voor klanten die een ketel willen huren of op huurkoopbasis. Dus ja, is een logisch vervolg dat ook BSI Zeeland intrekt. Ja, maar inderdaad, BSI. Ik heb ook begrepen van LMG die jullie reclamecampagne verzorgt. Ja. Je bent ook naar een nieuwe huisstijl gegaan. Hè? Ja, we zijn naar een compleet nieuwe huisstijl gegaan. Eerst de officiële benaming was BSI Gemin MSI. Nou, heel veel mensen kennen de benaming Gemin en MSI kennen ze niet meer. Is van oudsher MSI Prins Hendrikstraat. Ik denk jij als Bredaner zal dat ongetwijfeld kennen. Zeker. Nou, Gemin was dus een stukje stadsverwarming. Wat allemaal bij ons toegevoegd is door overname. Nu is het tijd rijp om naar een compleet nieuw logo te gaan, bsiverhuur.nl. Ja. Jullie zitten in de Fransakker inmiddels, hè? Fransakker in Breda. We zitten centraal gelegen daar in ons werkgebied, Zuidwest-Nederland. We opereren van Gorinchem tot aan Vlissingen toe en van Eindhoven tot de eilandengroep eigenlijk. Ja. Vandaar ook jullie hier aanwezigheid op de beurs. Ja, sowieso. Ik geef net al aan. Een belangrijke markt. Zeeland is voor ons een hele belangrijke markt dit jaar. Ik zeg al, steeds meer mensen komen bij ons met de vraag of wij ook in Zeeland komen. Tuurlijk komen we ook in Zeeland. Ja. En, dus vandaar ontmoeten we elkaar hier op de Contacta. Ja, sowieso. Contacta. Ja. Ik was al heel verbaasd om je tegen te komen hier. En, het interview natuurlijk, dat we toch een stukje namens bekendheid weer in het Zeeuwse kunnen geven over onze firma. En daar gaan we aan meewerken. Ja. Maar even naar BSI. De verhuurtak, verhuur.nl, omschrijft dat dus. Het zegt het woord al natuurlijk, maar wat houdt het exact in? Nou, BSI verhuurt al ruim 53 jaar alles op het gebied van warmte en warm water. En hier moet je dus denken aan een combiketel, stadsverwarming, elektraboilers, badgijzers, keukengijzers. Eigenlijk alles waar je het comfort, je eigen comfortabel mee kan maken. Hè? Comfort. Zijn dat langdurige contracten, van die burgercontracten of valt dat bij? Nee, wij doen niets aan burgercontracten. Een combiketel is gewoon een contract voor 10 jaar. Krijgt de splinter nieuwe ketel aan de muur. Alle service en onderhoud is inclusief gedurende de looptijd van het contract. En het contract wordt na die 10 jaar per jaar stilzwijgend verlengd. Ja, okay. Dan is er ook natuurlijk een koopsituatie, dat is ook een mogelijkheid. Ja, we hebben ook een huurkoopsituatie. Hiervoor gelden dus de combiketels en de stadsverwarmingsunits. Je hebt al een combiketel voor 34 euro per maand, gemonteerd en wel. Ja, dat is echt een heel mooi bedrag. Looptijd 60 maanden. Vele malen korter als bij onze concurrenten, die allemaal 10 of 12 jaar rekenen. Bij ons is 60 maanden, 5 jaar. En dan wordt de ketel in eigendom overgedragen. Perfect.
Wat mij altijd bezighoudt, Hennie, is dat ik verkopen is telkens aan, maar die service, dat vind ik altijd belangrijk. Hoe is dat bij jullie? Nou, wij hebben een zeer goed gedegen serviceapparaat. Je ziet hier achter ook onze commercial draaien, zo zie je onze bussen rijden. Onze bussen zijn eigenlijk rijdende magazijnen, hebben bijna alles bij hun om ad hoc een storing te kunnen verhelpen. Lukt dat niet, dan kunnen we meestal hier in de omtrek bij onze toeleveranciers terecht om het onderdeel op te halen. En komen wij er niet meer aan uit, dan zijn onze toeleveranciers en dan met name de ketelfabrikanten onze partner. Ja. Die dezelfde dag, CQ-avond, het probleem bij de klant nog oplossen. Ja, want dat is natuurlijk vreselijk belangrijk in de service. Ja. Want als je kapot gaat, dat is nooit in de zomer, dat is altijd in de winter. En dan is je hard nodig, toch? Ja, een combiketel gaat namelijk kapot als die moet werken. Ja. En wanneer moet die werken in Nederland? In de wintermaanden. Ja. Hoeveel mensen werken er inmiddels bij BSI? BSI heeft inmiddels 25 mensen in dienst. Het merendeel is werkzaam in de buitendienst. Ja. En een klein groepje op kantoor. Klein groepje kunnen we het ook mee af. Zo moet het ook. En we hebben een zeer goed geautomatiseerd systeem. Ja. Waar ik echt wel trots op ben. Waar wij onze klanten heel goed in kunnen bedienen. Ja. En ook het storingsverloop bij kunnen houden. Want dat is heel belangrijk natuurlijk. Wat gaat zo'n ketel te veel kosten voor onze organisatie? Dan wordt die vervangen. Maak jou heel veel succes wensen hier op de beurs. En in ieder geval in de toekomst. We gaan elkaar meer tegenkomen. Dankjewel Martin. En succes. En ook hier op de beurs, de contacta in Goes, kom ik eigenlijk nog een half bekende tegen uit Steenbergen. Danny. Hallo, Danny Vroegop van Drek & Plastics. Dag, ja, jij bent wel van Drek & Plastics, ja, okay. Maar de oplettende kijker in het West-Brabant, ze zou jou misschien wel ergens anders van kennen. Onder andere van Steenbergen of van Halsteren van de voetbal. Dus dat hebben we ook allemaal gedaan. Dat ligt al een tijdje achter me. Maar dat waren hele leuke tijden, moet ik zeggen. Inmiddels heb je het bedrijf Drek & Plastics. Jullie houden jezelf bezig met het zogenaamde gietwerk voor kunststoffen. Kun je mij daar eens wat meer over vertellen? Jazeker. We maken holle kunststofproducten, voornamelijk van polyethyleen. En dat doen we door middel van een mooi proces, het zogenaamde rotatiegieten. Mm-hmm. En dat betekent, matrijs heb je nodig om te kunnen produceren. In die matrijs stoppen we vulmiddel. Even voor de kijker. Een matrijs, daar bedoel je een vorm mal, mee. Een vorm, ja, klopt. En die vorm die wordt gevuld. Die gaat op een machine. We hebben carousel staan in de fabriek. Die gaan allereerst in een oven. De matrijs die wordt verwarmd. De wanden van die matrijs die worden warm. De PE, de polyethyleen, die gaat verkleven aan die wand. En zo wordt de wanddikte gevormd. En uiteindelijk, als het vulgewicht van die mal matrijs op is, PE is helemaal verkleefd aan de wand, gaat hij naar de volgende fase, gaat hij naar het afkoelingsproces toe. En dat kan door middel van water, dat kan door middel van lucht. En als dat proces ten einde is, dan gaat het product uiteindelijk gelost worden, zoals we dat noemen. En dat is het product vrijmaken van de matrijs. Dat kan door een simpele handeling door een deksel eraf te halen en een product eruit te halen. Maar soms zijn het ook wel eens meer matrijsdelen en dan zijn er wat meer handelingen nodig. Betekent concreet dat het arbeidsproces behoorlijk intensief is. Mm-hmm. Dus er gaan veel handelingen aan vooraf voordat we uiteindelijk een product hebben. En het product heeft ook een cyclus nodig van een 50 tot 60 minuten voordat één product daadwerkelijk klaar is. Het voordeel daarvan is wel, we hebben de carousels, drie armen. Er kunnen op verschillende armen verschillende producten geplaatst worden. Dus we zijn niet afhankelijk van één product na een uur. Nee, daar worden er telkens verschillende gevormd. Maar we moeten ook kijken van welk product staat erop, welke temperatuur is er nodig, wat zijn de instellingen. Dat is het even. Danny, ons programma heet Brabant en andere zaken. Maar jouw bedrijf is niet gevestigd in Brabant, hè? Klopt, we zitten net in het Zeeuwse. Op het eiland Tholen. Nou goed, betekent concreet vlakbij Bergen-op-Zoom, vlakbij Roosendaal. We kijken omhoog en we komen Rotterdam tegen, de Zuid-Hollandse eilanden. Nou, volgens mij vinden ze in Zeeland ook dat Tholen eigenlijk bij Brabant hoort, hoor. Dat klopt. We zijn echt Brabant gericht. Natuurlijk, Goes en Middelburg komen in principe ook graag Vlissingen. Maar het blijkt gewoon al van, oudsher, praat maar over een ziekenhuis. Heb je wat, dan ga je naar Bergen, naar Roosendaal of naar Breda. He, dus vandaar. Danny, het bedrijf Drek & Plastics is gevestigd in Sint Maartensdijk.
Hoe kom je er zo bij om in die branche iets te gaan doen? Voor mezelf is het zo, ik heb jarenlang in de meubelbranche gezeten. Ook als accountmanager in de Relax voor Thuis. Nou, op een gegeven moment kwam deze vacature vrij bij mij. In feite om de hoek, ik woon er 5 kilometer vandaan. Ik dacht van dat is een uitgelezen mogelijkheid om die met beide handen aan te pakken. Het is iets totaal anders dan de meubelindustrie. Goed, kunststof is ook industrie. Business to business. En dan voel ik me eigenlijk als een vis in het water. Dus vandaar de move. Wie zijn de klanten van jullie? Want ik kan me voorstellen dat de particulier om de hoek niet bij jou aangeklopt om te zeggen, kun je voor mij eens een tuinstoeltje maken of zo? Klopt, Ivo. Voornamelijk branches. We zitten wel heel breed. Ik praat maar over de recreatiebranche, de baggerindustrie, de agriculture. Best wel heel, heel breed. We maken van campingpalen, drijvers, boeien, reddingsboeikasten. Kleine dingetjes voor de retailmarkt. Dus wat dat er gaat, heel, heel breed. Ja. Nou heb ik hier een kitje gezien. Dat is een soort, jij gebruikt dit volgens mij heel vaak voor salesgesprekken. Ja, maar je zegt tegen mij net van, dit laat een beetje alles zien wat wij doen. Kun je even in kort onze kijker uitleggen wat we hier nu zien? Ja, dit is onze zogenaamde kit. We voegen daar ook altijd een boekje bij. Kit staat voor kennis, innovatie en techniek. Aan de hand van uitsparingen, rondingen, hoekjes, kantjes laten we zien wat we door middel van onze techniek, ons proces, uiteindelijk kunnen maken. Ja. Kijk, je hebt voordelen en nadelen aan processen. Voordelen, grote voordelen van rotatiegieten is dat we behoorlijke vormvrijheid hebben. Bepaalde series, de oplagers kunnen we heel goed aan voldoen. Tussen de 0 en de 10.000, even kort gezegd. Belangrijk is wel dat er altijd een matrijs nodig is. Dat wel, daar ontkom je niet aan. Anders kunnen we de kunststof-holle producten niet maken. Maar aan de hand van deze kit kunnen we laten zien dat we schroefdraad kunnen maken. Dat er logo's ingezet kunnen worden. Zogenaamde kissoffs, die heb ik aan deze kant. Dat zijn diepe gaten, zogenaamde caviteiten. Waarbij op een gegeven moment de wanden elkaar raken. En waardoor dus verstevigingen gecreëerd worden. Ja, want wat is niet onbelangrijk is, maar dit is hol, hè, van binnen. Ja, het gaat echt. Ja, natuurlijk. Buiten de holle producten maken we ook dubbelwandige producten. Neem bijvoorbeeld de pizzakoffer, die we al 15, 20 jaar maken voor de Europese markt. Daar moet ik wel bij zeggen, dat is wel iets om te vermelden. Wij werken puur in opdracht van opdrachtgevers. Wij hebben geen eigen producten, nog niet. Ja, we hebben één product, de zogenaamde lobsterbox. De rest komt er nog zeker aan. Wij werken in opdracht van derden. Dat geldt dus ook voor zo'n pizzakoffer. Nou, die wordt verder verspreid, gedistribueerd door Europa. Nou, die maken we dus al jaren. Die wordt geschuimd. Isolatie, versteviging. Dus dat, we blijven daar toch wel duidelijk in bezig. En de matrijzen die we gebruiken zijn eigendom van onze opdrachtgevers. Die blijven bij ons liggen in het magazijn. Zodra er een product nodig is, de opdrachtgever hoeft maar een kick te geven. Die zegt van, volgende week hebben we 50 nieuwe boxen nodig. Kunnen wij snel en kort schakelen en hebben wij ze gemaakt. Ja. Danny, we kunnen hier nog uren over praten. Want ja, ik bedoel, je denkt aan plastic, maar er zit heel wat aan, komt er aan de grondslag. Klopt. Ja, misschien dat je een keer met onze sales, onze Jean-Paul eens een keer een babbeltje moet maken. Dat we eens een keer op de fabriek bij jullie komen filmen, want dat lijkt me ook wel interessant. Nou, het lijkt net of het je al ingefluisterd is, maar daar hebben Jean-Paul en ik het al over gehad. Oh nee, dan vertel ik verder niks. Dat moment gaat zeker komen. Okay. Is vandaag niet dan morgen, maar het mag ook op later tijdstip, want we gaan drukke weken tegemoet dit jaar nog. Dus dat is alleen maar prettig. Oké. Okay. Nou Danny, ik wens jou hier nog een hele goede beurs hier in Goes. Dankjewel, hoe bevalt de contacten? Die bevalt goed. Ik vind het qua drukte vandaag, woensdag, heel goed. Voor ons is het voornamelijk om de naamsbekendheid en het proces aan zich bekender te maken. Wat is rotatiegieten? Dat onder de aandacht brengen. En van daaruit proberen we verder te netwerken en contacten verder op te doen. Nou, nogmaals een goede beurs. En we zien elkaar ongetwijfeld in Sint-Maartensdiek. Althans, voor Smerdiek, voor onze Zeeuwse gasten. En dan kom ik graag eens een bezoekje brengen om eens te kijken hoe die spuitgietmachines in elkaar zitten. Oké. Goed, Ivo. Van harte welkom.
En dan loop je hier gezellig over de contacten en dan kom je allerlei verschillende dames tegen. Ja, jullie zijn ook een promotieteam? Ja, van Spekmisstroop en de Geveltjes. Partycentrum en pannenkoekenrestaurant. Oké, okay, en... Heel Zeeuwse stijl, maar wij zijn in een moderne jasje gestoken. Is dit de nieuwste kledingstijl, de nieuwe, het Zeeuwse meisje, zal ik maar zeggen? Het Zeeuwse meisje, inderdaad. Normaal is het iets wat bedekter en langer en ja, wel met dit ook. Dit is origineel, zeg maar. Oh, ja, precies, niet, ja, de spiegeltjes. Maar de spiegeltjes zijn origineel. De rest is allemaal... En hoe bevalt het hier om mensen aan te houden en om allerlei dingen af te geven? Ja, het is hartstikke leuk als ze het allemaal aan willen nemen. Maar ja, mensen reageren wel heel leuk erop, dus... Dat scheelt een hoop. Toch wel? Ja, toch wel, ja. Ja, we kwamen nog wat collega's van jullie tegen. Die hadden allemaal van die post-it, van die gele... Ja, die jurk inderdaad, die hebben we ook gezien, ja. Maar ja, dat is niet echt, dat kan je niet bij ons bedrijf. Nee, dat past absoluut niet, dat is geen Zeeuwse stijl. Dat past beter, inderdaad. Okay. Ja. Nou, succes verder met het rondbrengen. En wat staat er nou op het tegeltje? Je kan het leerten, je kan het doen, maar het beste kan je het leerten doen. Oké, okay, Jan-Willem, je kan het leren. Ja, het is Zeeuws, hè? Ja, je kan het leren, je kan het doen, maar het beste kan je het leren doen. Okay. Spreek je ook zo Zeeuws? Nee, nee, dat gaan we maar niet doen. Dat komt niet goed. Nee, toch niet? Oké. Okay. Nee. Nou, nog een goede beurs in ieder geval. Ja, we staan hier op de contacten nog steeds en bij de hele bekende van ons, Bulo Tela. Welkom in Brabant en Andere Zaken. Is vast terrein voor je, hè? Ja, de contacten hij niet, maar in Brabant en Andere Zaken wel. En ja, hier op de contacten, hartstikke leuk. Uitgebreid in de file gestaan om hier te komen, dus dat wil zeggen dat het hier druk is. Ja. En dat is een goede zaak. Maar je hebt een goede auto, hè, waar je in kan zitten. Ik heb een goede auto waar we in kunnen zitten, zeker weten. En ik heb een leuke auto meegenomen hier. Ja. Maar even typisch, het terrein hier in Goes... wat de contact daar is. Waarom kan je hier staan? Want volgens mij hebben jullie bepaalde gebieden afgesproken qua reclamevoering. Van waar de focus hier, dat je hier kan staan? Nou, de focus, dat zeg je goed. Ja. Dat is de elektrische Focus. Ja. Wij zijn een van de twee dealers in Nederland van de elektrische Ford Focus. En eentje in Amsterdam en wij voor Zuid-Nederland. En dat betekent dus dat we wat verschillende evenementen aflopen om bekendheid te geven aan het product. Ja. Zo hebben we vorige week in Helmond gestaan op de automotive, e-automotive dag. En nu staan we op de contacta en proberen we contacten te leggen om specifiek over de elektrische Focus te praten. Ja, ze kunnen ook buiten test rijden, heb ik begrepen? Ja, we hebben er buiten een exemplaar staan. Ja, het is een auto, daar moet je gewoon een keertje erg gevoeld hebben. Daar moet je een keer mee gereden hebben, ervaren hebben. Hoe... Ja, je hoort hem niet, hè? Je hoort hem niet. Ja, je hoort hem niet, maar het rijdt ook heel anders. Ja. Dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Dus ik nodig iedereen uit, kom een keer proefrijden. Speciale ervaring, voor. Is dat speciaal? Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Nou, de eigenschap van een elektrische auto is dat hij altijd maximum koppel heeft. Hij is natuurlijk heel stil, maar op het moment dat je gaspedaal indrukt, dan gebeurt er ook gelijk wat. Okay. Je kunt wel goed doseren, dus niet zo dat je sotterend in de auto zit. Maar het is comfortabel rijden, maar het is trouwens wel leuk. In het dashboard zit een paneel en er komen vlindertjes in beeld. En naarmate je meer vlindertjes in beeld krijgt, ben je beter aan het autorijden. Dus dan ga je langer met die accu om. Ja. Maar even naar jouw rol zelf in Brabant en Andere Zaken. We gaan dit jaar nog een aantal Bulo-tips doen. Ja. Die zijn vorig jaar, hebben we daar veel van gemaakt. Ja. Die zijn zeer goed ontvangen bij de kijkers. Dus ja, we moesten je vastleggen, hè? Dat kon niet anders. Ik heb er hele leuke reacties op gehad. Ik doe het ook heel graag. Wij vinden het als bedrijf leuk, ik vind het als persoon leuk. En blijkbaar vinden onze klanten het ook leuk. En inderdaad, de elektrische Focus wordt onze eerste Bulo-tip. Ja, en een tipje van de sluier optillen. Wat voor types kunnen we nog meer verwachten? Hou ik nog eventjes onder de pet. Na de Sinterklaas wordt dat een verrassing. Dat blijft een verrassing. Want de eerste wordt de Focus. Hè? En dan gaan we in Breda de Bulo tip opnemen. De eerste wordt de elektrische Focus. En die komt dan straks. Ja, ook bedrijf uit West-Brabant hier op de contacta in Goes. Logistic Force uit onder andere Breda en Roosendaal. En hier tegenover mij Mark Mulders. Ja, Mark, eerst even een vraag. Hoe is het hier op de contacta? Mooi. Het is druk. We zijn aardig wat aanloop. Vorig jaar hebben we hier voor de eerste keer gestaan. Nu staan we voor de tweede keer hier. En ja, het is een heel mooie beurs. Heel veel diversiteit. Wat voor type klanten verwachten jullie hier? Transportbedrijven. En mensen die opleidingen zoeken in de transport, in de logistiek. Dus voor de heftruck, rietsruck en alle andere opleidingen die je in transport en logistiek tegenkomt. Dat soort klanten verwachten wij. Iedereen kent het chauffeursdiploma.
Vanaf 2016 gaat er in de wet in Nederland het een en ander veranderen, want dan wordt het code 95. Kun je mij eens vertellen wat er allemaal gaat veranderen? Code 95 houdt in de chauffeurs die moeten 5 modules doen. Dus ze zeggen 35 punten, maar het is 5 keer 7 uur. En er zijn 4 theorieonderdelen en 1 praktijkonderdeel. En als ze die hebben, dan hebben ze alles compleet en vervalt het chauffeursdiploma. Dan hebben ze code 95 op het rijbewijs staan en dan moeten ze elke 5 jaar gaan herhalen. En zijn jullie dan ook een opleidingsinstituut waar je die diploma's kan halen of niet? Ja, klopt. Je kunt bij ons alle opleidingen voor de code 95 doen. Er zijn er heel veel in Nederland. In Nederland kun je rond de 180 opleidingen doen die allemaal mee kunnen tellen voor code 95. Maar blijft altijd 4 theorie, 1 keer praktijk om de 5 jaar. Nou zijn er aardig wat transportbedrijven in Nederland. Het gaat niet al te best in die transportsector. Maar hebben jullie zelf nou ook nog mensen die in dienst zijn dan bij jullie? Als mensen langere tijd voor ons rijden, wat wij willen voor bedrijven een flexpool maken. Dus gewoon een schil dat ze altijd kunnen putten uit chauffeurs. Wat wij het liefste hebben is dat ze dadelijk chauffeurs op naam boeken. Van ik wil Jan of ik wil Piet of ik wil Kees, want die is bekend. En dan willen wij een schil van mensen maken die dadelijk bij diverse bedrijven bekend zijn en dat ze daaruit kunnen putten. Dan hebben ze altijd mensen die en het bedrijf kennen, de auto's kennen, de routes kennen en de planners die kennen ze ook. En dat is het allerbelangrijkste, daar willen wij naartoe. Oké, deze vraag ga ik hier opnieuw stellen. Even vanuit daar, JW. Kan dat? Oké, buiten het feit dat jullie dus die opleidingen verzorgen straks voor die code 95, ja. Heb je ook een detacheringsfunctie, payroll en alles wat daarbij komt kijken? Klopt. Wij doen ook mensen payrollen. Dat wil zeggen dat ze bij een bedrijf in dienst zijn, dat ze daar werken. Maar ze zijn bij ons, bij onze verloningsorganisatie, Logistic Force Payroll, zijn ze in dienst. En wij doen dan hun verloning, heeft het bedrijf nergens geen omkijken naar. Die kan alleen gebruik maken van de werkzame krachten van de man. Hoeveel van die chauffeurs hebben jullie dan werk als je vragen mag? Wij hebben in Roosendaal gemiddeld rond tussen de 50 en de 70 chauffeurs aan de gang. En Logistic Force breed. We bestaan uit ruim 5 vestigingen met diverse nevenvestigingen. Dus we hebben een werkend bestand per dag van tussen de 5 en de 550 mensen. Oké, dus het is een vrij grote organisatie dan, Logistic Force. Ja, wij groeien vrij hard. We hebben een gemiddelde groei van de laatste jaren. We bestaan nu sinds 2008. Zit de gemiddelde groei tussen de 40 en de 48%. Hoeveel mensen werken er nou vast in Roosendaal op kantoor? 3 mensen. Jaap van de Hoven en ikzelf, wij zijn eigenaar. En dan hebben we Fleur Wendel, dat is onze intercedent. Kom je erbij om zo'n bedrijf te starten? Heel eerlijk, wij zijn gevraagd. Mijn compagnon en ik, wij kennen elkaar van een ander bedrijf. Hij was daar teamleider planning, ik was daar coördinator van de chauffeurs. Hij werd gevraagd om voor Logistic Force een vestiging in Roosendaal te gaan beginnen. En dat heeft hij gezegd, dat wil ik best doen. Alleen dan moest ik mee. En zodoende hebben we dat gedaan. En je bent de goede weg ingeslagen? Wij zijn de goede weg ingeslagen. Je bent eigen ondernemer, je hebt vrijheid van ondernemen. Dus je eigen ideeën kun je ontplooien. We kennen transport, we kennen logistiek, want ja, we zitten er heel ons leven al in. En dat is wat we willen. Mark, nou weet ik dat je uit Den Bosch komt. En ik zou denken, ja, als je uit Den Bosch komt en je hebt gebak bij, ja. Wat breng je dan normaal mee? Ja, bosse bollen, hè, van Bakker de Groot. Ja. Maar in dit geval heb je gekozen voor petitvoertjes. Ja, die brengen wij mee van een bakkerij in Roosendaal. En die hebben wij ooit eens een keer voor de gein een logootje doorgestuurd. Ja. En hij kan dat heel mooi op een gebakje maken. En dan stuur je hem een mailtje van Guus, zoveel gebakjes. Dan krijg je al hetzelfde mailtje terug, kom voor de bakker. Kijk, dat is handig. Ja, is heel mooi. Oké, Mark. Je staat voor de tweede keer hier op de contact in Goes. Hoe bevalt het zo'n tweede keer? Ja, goed. Het is wat ik straks al zei, een hele diversiteit van mensen die je hier tegenkomt. Mensen die gerelateerd zijn aan transport. Mensen die er helemaal niks mee te maken hebben. Maar je leert ook andere mensen kennen en andere collega-ondernemers. Waar je toch heel leuke gesprekken mee kunt voeren en eventueel tot zaken kunt komen. Maar... En als ik eerlijk ben, je hebt gekozen om op het West-Brabantplein te gaan staan. Dus je staat een beetje in en rondom collega-bedrijven uit de regio. Aardige bedrijven die hier staan? Jazeker, zeer zeker. Er staan ook con-collega's, zoals wij het noemen, tussen. En we hebben met iedereen een goed contact. We hebben altijd met onze visie, die hoort bij van delen is vermenigvuldigen. En ik heb geen concurrenten, ik heb con-collega's. En dat vind ik veel leuker.
Oké, Mark, ik wens jou nog een hele goede beurs hier, want ja, jij mag nog een dagje. Ja, wij mogen nog een dag, klopt. Ja, nou, wij in dit geval ook. En ongetwijfeld zien we elkaar volgend jaar hier weer, want volgens mij is het goed bevallen. Ja, zeker. Wij komen volgend jaar zeker terug. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en als we dan praten over een echt Brabants bedrijf uit Breda, dan sta ik hier om toch wel naast twee rasondernemers. Jaap, welkom in Brabant en andere zaak. Welkom, jongen. Ik denk dat jij nooit verwachtte dat ik dat hier zou gaan doen bij jou. Daar heb jij punt. Ja, punt, hè? En Okke. Okke. Ja, Okke is van het bedrijf Bus Events. Direct ga ik het even met jou over het Bus Events hebben. Ja, Jaap, van waar gekozen om op de contact te gaan staan met Recruiter Student? Recruiter Student en Bus Events, dat zijn zusterbedrijven. En het een is geboren uit het ander. Dat kan ik je heel kort vertellen, Okke, zullen we dat doen? De geschiedenis, de mensen houden van geschiedenis, hè? We hebben ooit een mobiel kantoor nodig gehad. Dat werd een dubbeldekker. Dat was voor een van onze klanten in het land. En vanuit dat mobiele kantoor is er zoveel vraag gekomen naar bijzonder vervoer. En dat heeft Okke opgepakt onder de naam Bus Event. Nu met 4 oldtimers. Maar ik ruik en ik hoor allemaal een beetje apart dingen. Als ik nou over ruiken, dan hebben jullie Hidde meegenomen. En Hidde is ook mee speciaals bezig. Ik ga even naar Hidde toe. Ja, Hidde, wat ben jij hier op die beurs aan het doen? Ik maak de Braziliaanse caipirinha. Van waar Braziliaans? Nou, wij gaan volgend jaar met Recruiter Student, met een paar van onze klanten, gaan wij naar het WK. In navolging van het Olympische Spelen van afgelopen zomer. Dat is een succes gebleken. Dus nu gaan we met klanten van ons naar het WK. Ja. En daar kan Jaap jou zeker alles over vertellen. Ja, die gaat dat direct doen, want je moet natuurlijk het gras niet voor zijn voeten wegmaaien. Nee, daarom. Maar wat ben je aan het maken? Want ja, Brazilië is natuurlijk bekend om zijn mooie schoonheid, de mooie dames. Ja. Maar je had er net nog een aantal punten. Jazeker. In Brazilië zeggen ze wel eens dat je een paar dingen nodig hebt voor een mooi feestje. En dat is wat ik ga maken. Caipirinha, mooi weer. En goede muziek. Oké, die goede muziek, die zijn begonnen daar. Zeker, daar gaan we direct ook nog eventjes naartoe. Als jij nou eens voor ons lekker 3 van die heerlijke cocktailtjes gaat maken, dan ga ik eens even vragen aan Jaap hoe het nou echt zit met het tripje naar Brazilië. Ga ik doen. Ja. Oké, nou succes. Jan-Willem, hou je hem een beetje in de gaten, want Liemen zit erin en Crunch IJs, dus dat gaat helemaal goed komen. Jaap, hij heeft het over Brazilië. Jij gaat met een aantal relaties gaan jullie naar het WK voetbal. Ja, dat is juist. En hoe ga je daarheen? Wat denk je? Ja, ik zie hier een hele oranje bus. We gaan vliegen, maar deze jongen gaat met de boot. En die zal daar 3 weken rondtoeren. Met een collega bedrijf die campings exporteert, gaan we daar iets doen. Dat zeg ik mooi, hè? Ja, dat zeg ik heel goed. En wij gaan met een groep klanten gaan wij naar een Nederlandse wedstrijd kijken. En daar heb je Okke weer voor nodig, want Okke met Bus Events, jij gaat die bus gaat met de boot, gaat die naar Brazilië. Exact, ja, is niet anders. Vliegen was een beetje lastig, ja. Maar inderdaad, een paar weken op de boot en dan zal ik daarheen vliegen, boot oppikken en dan... Boot of de bus oppikken? De bus van de boot oppikken. Ja. En dan, de rest van de gasten ophalen en dan, dan zien we vanzelf wel hoe het programma zich ontvouwt. Jaap, die relatie waarmee jij naar Brazilië gaat, Recruiter Student, een uitzendbureau in een heel speciale branche. Ja, we werken met slimme mensen, hbo-universitaire studenten. En wij doen alles waar zakelijke dienstverlening een rol speelt. Dus waar jij, Ivo, als topinterviewer van pas bent voor het bedrijf, dan zou jij zomaar een Recruiter Student persoon kunnen zijn. Want jij doet ertoe. En zo hebben wij ook studenten die er bij al onze opdrachtgevers toe doen. Dus we hebben geen monotoon productiewerk, maar overal waar je als uitzendkracht het visitekaartje bent van het bedrijf, of waar je met je kennis en met je visie iets bijdraagt. Wie zijn nou jouw vaste relaties waar jij mensen gedetacheerd hebt? Dat ga ik een beetje algemeen houden, want het is wel zo netjes, hè? Maar we zitten veel in de bankaire verzekeringswereld, adviesdiensten. Advocaat, notariaat, marketing, reclamebureaus, zo in die hoek zitten we. Transportdiensten, niet vergeten. En transport? Ja, maar dat is jouw onderdeel. Ja. Ik zie dat Hidde al aardig zover klaar is. Ja, Hidde, is die gelukt? Ja, Hidde, hij is zeker, hij ruikt goed. Ja. Hidde, je kunt toch tegenwoordig geen programma meer maken zonder iets in de
In de mand, hè? In het glas te brokkelen, hè? Nee. Ja, en heeft Hidde wat te drinken? Ik heb zelf niks, nee. Nou, hier, pak een glas. Hidde, pak een glas. Kijk, dat is nou... Dat kan dus niet. Dat is nu, eigenlijk kan dit niet, maar oké. Okay. Bij Recruit Student kan heel veel. Hidde, jongen. Toppie. Nou, en dat op zondagochtend, want ja, het is zondagmorgen. Hè, en dan, kijkers. We nemen even een slokje. Ja. Dus niet voor de zondagochtend. Oh, heerlijk, heerlijk. Hij is heerlijk, maar hij is niet voor de zondagochtend. Nee. Oké, even tot slot. Bus events. Jaap had het net al verteld. Verschillende vervoersmiddelen hebben jullie. Ja. Maar waar houdt bus events zich voornamelijk mee bezig? Nou, we hebben meerdere bussen. Cabrio-bussen, zoals deze bus, een dichte bus. Een van de drie, meen ik, bussen in Nederland. De Engelse dubbeldekkers die met mensen mag rijden zonder dat het een trouwrij is. Bedrijfsuitjes, corporate identity. Dus we hebben bijvoorbeeld een bus nu helemaal, als een half open Cabrio-bus. Die hebben we voor een drankmerk nu helemaal ingepakt. Grote fles op de zijkant. Nou, en doen we al feesten mee. En ja, dat soort dingen eigenlijk. Heel veel vrolijke mensen aan boord altijd. Oké. Okay. Nou, van mijn kant en van de VGZ's kant uit heel veel succes in Brazilië. Ja, ja, misschien dat we je wel gaan volgen, want misschien gaan wij er ook wel heen. Nou, dat zou heel leuk zijn. Misschien kan je eens een stukje meerijden. Oh, dan, ja, dan zal ik alvast mijn plaatsje reserveren. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Nou jongens, santé en op het WK. Ja. En nou we het toch over het WK hebben, wat denken we ervan? Gaat de Nederlandse elftal nog iets presteren daar? Ja, ja, we hebben Octopus Paul al gecheckt. Die is lang dood. Dus. Hij ligt met 8 poten ligt hij alle windhoeken op. Hoeveel poten heeft een octopus? Wat denk je? Ik denk 8. Laat maar. Ja, maar we kijken wat we drinken hier. Hè? Dat is geen flauwekul. Okay. Dus hij ligt met zijn 8 poten alle en het gaat gewoon weer top worden. Okay. Nou, heel veel succes en met Recruit the Student en met Bus Events. Ja, en met de voorbereidingen voor Brazilië. En jouw kennende, we kennen elkaar al aardig lang, gaat het absoluut lukken. Dat drink ik op. En Hidde, jou ook niet te vergeten. Hey, bedankt voor deze heerlijke borrel voor op de zondagochtend. En voor onze kijkers, ik weet niet waar JW is gebleven. Oh, die staat daar. Ja, we gaan eens kijken of Martien nog iemand tegenkwam, want ik sta hier aan de borrel. En voor je het weet heb ik er 2, dus dat gaat echt niet gebeuren. Ja, ik sta hier bij Ton Kool, commercieel directeur van Gemaco. Maar ik sta op een beetje vreemde stand, Belgium Best. Hoe kan dat, Ton? Ja, Belgium Best is een van onze bedrijven. We hebben naast zeg maar, de Gemaco-tak, waar relatieschenken zeg maar, onze grootste business is, hebben we ook Belgium Best. En Belgium Best doet eigenlijk alles op het gebied van snoep, chocola, koek. En dan in een verpakking afgestemd op wat de klant wil. He, dus echt telemeet in een verpakking gemaakt specifiek voor de klant. En dus ook eigenlijk een relatiegeschenk, maar wel een hele specifieke. Ja. Nou, even dan terug naar Gemaco, want dat is de basis. Jullie locaties in de Franse Akker. Hè? Klopt, we zitten op de Franse Akker in Breda op de Haagse Beemden. Ja. Je bent sinds kort commercieel directeur. Gemaco, leg de kijker eens even uit. Wat hebben die onder andere aan producten? Wat voor diensten leveren die? In feite zeg ik altijd, wij kunnen alles leveren waar je als bedrijf je logo op zou willen hebben. Alleen auto's leveren we niet, dat is eigenlijk het enige. Maar verder, overal waar je een logo op zou kunnen zetten, kunnen wij leveren, kopen wij in voor de klanten. Waar dan ook in de wereld, kunnen wij dat inkopen. Dus ja. In Europa, in China. Ja, precies, want je zegt nu 2 continenten, Europa, China. Dat is een groot verschil qua producten. Ja, jullie halen ze dus zowel uit China als uit Europa. Maar waar zit het verschil in? Nou, er zijn een paar belangrijke verschillen te noemen. Ten eerste ligt het aan de hoeveelheid producten die je wil hebben. Ligt er ook aan hoe snel je dingen wil hebben. China is natuurlijk verder weg. Wat je in China laat maken is meestal custom-made. Dus op wens van de klant gemaakt. Ja. Terwijl in Europa koop je meestal dingen die zeg maar, kant-en-klaar op de plank liggen. En die dan nog even aangepast worden voor de klant. Maar prijs qua inkoop heeft er ook mee te maken, denk ik. Ja, China is zeker vaak voordeliger. Alleen je moet wel de tijd hebben om die levertijd, die veel langer is, en die productietijd, om die te kunnen matchen. Ja, want jullie type klanten, dat zijn grote klanten. Wat voor type klanten praat je dan over? Nou, wij zitten heel erg sterk bij de zakelijke dienstverleners. En dan moet je denken in de bankenwereld, de verzekeraars, maar ook bedrijven als AkzoNobel of de NS... Of TNT, KPN, dat zijn grote klanten van ons. Ja, ik heb het gezien in de showroom in Breda, die het er overigens prachtig uitziet. Daar gaan we binnenkort ook eens een keer een kijkje nemen. Dan ziet de kijker ook een beetje wat voor
type klanten jullie al zo bevoorraden. Ziet er geweldig uit. Want je praat niet over zomaar even een pennetje. Je praat over een totaal assortiment. Klopt. We hebben voor veel klanten een compleet assortiment. En dat kan inderdaad beginnen bij een normale pen. Maar dat kan heel ver doorgaan tot custom-made items die echt passen bij het bedrijf. En die specifiek alleen voor dat bedrijf worden gemaakt. En dan heb je het over bedrijven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ze staan heel veel hoog in het vaandel. Ook daar houden jullie rekening mee. Want die bedrijven komen ook daar met vragen bij jullie terecht van, Gemaco, hoe kan je dit voor ons oplossen? Klopt. We hebben zelfs een aantal van onze grootste klanten. Die willen per se dat wij alleen maar sourcen bij fabrieken die gecertificeerd zijn. Dus als wij voor hun in China bijvoorbeeld dingen kopen, dan moeten daar bepaalde SGS-certificaten bij of CEDEX-certificaten. En dat is zeg maar een keurmerk in feite. Maar die zijn wel wereldwijd erkend. En dat geeft voor onze opdrachtgevers in elk geval de garantie dat die producten, dat daar niks mis mee is. En dat die ook op een verantwoorde manier ook geproduceerd zijn. Met grondstoffen, met arbeid die volgens de normen is. Dat is echt een eisenpakket van de klant uit. Ja, ja. En ik moet zeggen, wij vinden het als bedrijf ook ontzettend belangrijk om daarmee voorop in te lopen in die strijd. Om te zorgen dat kinderarbeid niet meer voorkomt. Dat de juiste grondstoffen worden gebruikt. Productieprocessen goed worden gemonitord. Zodat je gewoon weet wat je koopt. En ook daarmee de Chinezen zeg maar, opvoedt als het ware. Voorwaar even de sprong maken die je naar contact had, Ton. Jullie hebben een bewuste keuze gemaakt om hier te staan. Ook in de relatie rondom ons eigen plein, TVGZ-plein. Klopt. Maar je hebt daar een bepaalde gedachte bij. Nou ja, wij konden natuurlijk meeliften omdat wij samen zeg maar, bij TVGZ betrokken zijn. En we konden meeliften op de beurs hier met veel bezoekers. We hebben wel bewust gekozen voor Belgium's Best. Ja. Omdat we natuurlijk nu naar het einde van het jaar gaan. Eindejaarsgeschenken, kerstgeschenken, Sinterklaasgeschenken. En we dachten van nou, Belgium's Best past dan beter op de beurs hier. Ja. Waar ook veel MKB-bedrijven komen. In plaats van dat we hier met een hele grote Gemaco-stand gaan staan. Want het is heel moeilijk voor ons om te laten zien wat we allemaal doen. Want we kunnen zoveel maken. Ja, wij zijn er blij om en de camerateam is er ook blij om. Want wij snoepen als gekken de afgelopen dagen. Want de snoepjes zijn heerlijk. Ja, nou ja, logisch, want we kopen ze in bij goede fabrikanten. Dus, Hey, Ton, bedankt voor je deelname aan Brabant en andere zaken. We komen graag eens kijken bij jouw bedrijf. In die praktische show, zoals ik zei. En nogmaals bedankt en fijne beurs. Ja, dankjewel Martien. Okay. En jij ook succes op de beurs verder. Okay, dankjewel. Okay, joh, dank je. Ik zie al 2 dagen hier tegenover ons een kok bezig. Ja, Jan-Willem, kom jij er eens even bij. U bent al 2 dagen hier druk aan het koken. Ja, wij werken namens Van Koppen en Van Eyck. Ik ben daarvoor uitgenodigd om met de producten die de uitzendkrachten inderdaad van het land halen, uit de kast trekken en noem het maar op, maar ook vleesverwerking, vis, dus eigenlijk alles met de handjes. Dat probeer ik tot een leuk gerechtje te bereiden en dat serveren we uit naar onze gasten. Wat is nu het lekkerste wat je tot nu toe gemaakt hebt? Eigenlijk is alles lekker. Ik kan daar geen onderscheid in maken. Dan hoor je eigenlijk thuis in de taste. Het zou zomaar kunnen inderdaad. Maar ik heb ooit 1 keer zo'n programma gedaan en dat was voor mij even voldoende. Okay, ja, je zit nu. Ik heb heel veel genoten daarvan. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ben onze grote kale man Herman nog steeds daar heel erg dankbaar voor. Maar ook de collega's. Ik heb daar veel van geleerd. Ik begon als hobbyist en ik ben nu professioneel bezig. Dus, Wat ben je nu voor de gast hier aan het maken? Nou, dit gerechtje zoals je deze genoemd hebt, dat zijn Van Koppen en Van Eyck groentes. Aubergine, courgette, paprika. En daarbij serveer ik heel mooi. Ik ga hem even snel uit de oven trekken, want hij is bijna zover. Kalfsrib-ei. En je ziet het, hij moet er. Hij is ready to go. Dus deze serveren we dan bij die heerlijke gebakken groenten. En daar serveren wij dan ook nog basilicumolie bij. Die heb ik in het flesje. Ik zal je vertellen, wij zijn buren, want wij staan tegenover jullie. En de smaak en de geur, die komt ons elke dag tegemoet. Kijk, nou dat doet mij heel erg goed. Vind ik leuk om te horen. En ik doe het ook heel erg graag. En ik had ook geen andere, betere buren kunnen hebben dan jullie. Maar morgen hebben we nog een uitzending. En dan komen we denk ik even met de camerateam helemaal langs. En dan komen we eens lekker een hapje eten bij je. Want de jongens hebben altijd wel zin in iets lekkers. Dus mochten we morgen bezig zijn tussen 5:30 en 7, dan houden we ons eigen aanbevolen. Top. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Trouwens, iedereen op de beurs van harte uitgenodigd om hier even een hapje te komen doen. Ja? Nou, succes met de verdere bereiding. En het ziet er allemaal
goed en het ruikt lekker, dus ik denk dat het helemaal goed gekomen. Graag gedaan. Ik zal nog twee bordjes voor jullie apart houden. Ja, daar komen we direct wel even voor terug. Dankjewel, hè. Dag. Ja, dan was het dan weer Brabant en andere zaken. Vandaag vanaf de Contacta in Goes. Ja, de bedrijven contactdagen voor West-Brabant, Zeeland en Vlaanderen, dus België. En ja, we hebben een aantal Brabantse en Zeeuwse bedrijven vandaag bezocht om eens te kijken wat er rijlt en zeilt in die provincies. U ziet het wel hier beneden. Ja, de business gaat natuurlijk nog steeds door. En wij ook. Volgende week zijn wij hier weer. Met een nieuwe aflevering van Brabant en andere zaken, ik kan u vertellen. Ook dan komen wij nog vanaf de Contacta in Goes. Dus niet alleen Brabantse zaken, maar ook Zeeuwse zaken hier op TV Gazet. Ik wens u een fijne zondag. En degene die vanmiddag naar PSV gaan, fijne wedstrijd. En hopelijk houden we 3 punten in Breda. Martien hebben het al gezegd, dus ja, ik kan hem eigenlijk daar alleen maar bij aansluiten. En nogmaals, tot volgende week. Wederom vanaf de Contacta in Goes.